Dit filmpje van Maatschappijlen gaat over maatschappelijke problemen. Drie kenmerken van een maatschappelijk probleem zijn: het is ten eerste een groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Er zijn verschillende meningen over, dus mensen denken verschillend over. En de overheid bemoeit zich ermee of probeert het op te lossen. Een voorbeeld van een maatschappelijk probleem is bijvoorbeeld milieuvervuiling, werkloosheid, discriminatie, files. Welke vragen moet je stellen om een maatschappelijk probleem te onderzoeken? De eerste vraag die je altijd stelt is: wat is het probleem? Wie zijn er bij het probleem betrokken? Wat willen zij precies en waarom willen zij dat? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Op welke manieren kan het probleem opgelost worden? Wat is jouw oplossing? Geef duidelijk aan waarom.